Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom op dit webinar over de handleiding na de compensatie bij infrastructurele maatregelen. Mijn naam is Jan van der Ginten. Ik ben advocaat en partner bij Kennedy van der Laan en docent overheids- en sprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Leiden. En ik zal deze middag als moderator optreden. De handleiding na de compensatie is in juli 2018 door de ministers Dekker en Ollongren aan de Tweede Kamer gezonden. Zij kent een lange voorgeschiedenis die ik u heel kort zal schetsen. De achtergrond van de handleiding is een toezegging van minister Opstelten aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel nadercompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in 2013. En die toezegging van Opstelten betrof de instelling van een werkgroep die een breed gedragen handleiding zou moeten opstellen voor de afhandeling van verzoeken om nadercompensatie. En de directe aanleiding daarvoor die werd gevormd door een brief die Opstelten in 2013 had ontvangen van de voorzitters van VNO-NCW en MKB Nederland. In die brief werden verschillende problemen opgesomd waarvan de leden van VNO en NCW en MKB last hadden bij de afhandeling van verzoeken om nadercompensatie. Zij bekritiseerden de 15% omzetdrempel omdat die het normale ondernemersrisico niet goed zou weerspiegelen en de veelheid van andere factoren die ondernemers veelal tegengeworpen krijgen als zij om nadercompensatie verzoeken. Al snel na die toezeggingen werd een werkgroep geformeerd die onder voorzitterschap stond van professor meester Michiel Scheltema. En in die werkgroep waren zowel publieke als private partijen en de wetenschap vertegenwoordigd. En dit heeft geleid tot het product waarover dit webinar gaat, de handleiding nadercompensatie bij infrastructurele maatregelen. De organisatie van dit webinar is in handen van VNO-NCW, MKB en het ministerie van BZK. De meeste sprekers waren lid van de werkgroep die de handleiding tot stand heeft gebracht. En het webinar geeft dus een mooie afspiegeling van de organisaties en personen die voor de handleiding verantwoordelijk waren. Het doel is om u als deelnemer te laten kennismaken met dit voor de praktijk zeer waardevolle product. Of als u er al bekend mee bent, uw kennis te verdiepen. En wat leuk is aan een webinar 2 jaar na de presentatie van de handleiding, is dat er al eerste praktijkervaring kan worden gedeeld. En dat zal vanmiddag ook gebeuren. Uiteraard is er de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen via uw chatfunctie. Ik wens u een heel prettige middag.